Ik ben Hans Wilschut. Ik ben kunstenaar-fotograaf. Ik werk hier in deze ruimte in Rotterdam. Maar ik werk vooral in de hele wereld waar ik mijn foto's maak. Ik maak foto's in steden. Niet zozeer van steden, maar van dingen die ik in steden uitkies. Die voor mij belangrijk zijn of die ik belangrijk vind om te vertellen. Die foto's zijn doorgaans groot. Die worden getoond in musea en galeries. Ik ben als schilder begonnen en van daaruit beelden gaan maken en installaties. En die moesten gefotografeerd worden. En zo begon ik te fotograferen. En na verloop van tijd dacht ik, waarom kan het niet gewoon fotografie zijn waar ik me in uitdruk? En dat is een proces van ongeveer 7 jaar geweest, denk ik. Dat ik de camera steeds meer als een instrument ben gaan inzetten voor mijn echte werk. De foto die je nu hier op het beeldscherm ziet, Needle heet deze foto. Dat is een plek die ik heel vreemd vind. En door die foto te maken, stel ik eigenlijk een vraag over die situatie, waar de toeschouwer weer over na kan denken.